Goedenavond, dit is het weekoverzicht van de lokale omroep Elburg. Het was voor 7 bewoners van de gemeente Elburg een bijzondere dag. Zij ontvingen van burgemeester Frans de Lange een koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten aan de gemeenschap. Familie en vrienden ontmoeten elkaar in het MFC Apelo in het Harde om dit eenmalige en heugelijke feit mee te vieren. Geachte aanwezigen, dames en heren, meisjes en jongens. Hartelijk welkom hier in het MFC Apelo. En ik ben blij dat er zoveel mensen aanwezig zijn bij deze bijzondere gelegenheid. Het is een prachtig moment. 6 inwoners van onze gemeente krijgen zo dadelijk de versierselen opgespeld die behoren bij de toegekende koninklijke onderscheiding vanwege hun grote verdiensten voor de samenleving. Hartelijk welkom allereerst in de eerste plaats natuurlijk aan degenen die hier op de voorste rij zitten en die inmiddels gehoord hebben dat ze een koninklijke onderscheiding krijgen. Ook een welkom aan familieleden, echtgenoten. Hartelijk welkom hier bij deze uitreiking. Op 1 mei 1958 benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, het versiersel van de orde te dragen met de zwaarden. Burgemeester en wethouders hebben het besluit over het uitsterfbeleid van het woonwagencentrum in Elburg ingetrokken. Volgens een uitspraak van het College van de Rechter voor de Mens is dit beleid discriminerend. Op het moment dat een standplaats aan de Giek vrijkomt, beoordeelt de gemeente de situatie. Een bestaande standplaats kan dan opnieuw worden verhuurd. Het is weer gelukt. Voor de 3e keer wordt in Elburg het Vestingval georganiseerd. Vestingval Elburg 2015. Alweer de 4e editie van dit prachtige evenement dat zich afspeelt van donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, tot en met de zaterdag voor Pinksteren, de 23e mei. En dat alles tussen 11 en 5 uur. We staan nu op een van de locaties. Er zijn 25 locaties die gedeeld worden door zo'n 28 kunstenaars. Dus van alles wat wils, schilderijen, beeldhouwwerk. We hebben nog een vleugje muziek. De locaties, de bijzondere locaties, merendeel historische gebouwen en de hedendaagse kunst. Dat is een mix, is niet kapot te krijgen. Nieuwe locaties dit jaar zijn het theekoepeltje van de familie Koning aan de Zuiderkerkstraat. Anne van Dorp met haar woning op de Kamperdijk. De serre van Café de Baars draait mee in deze editie. En we hebben nog een van de nieuwe locaties ook. De nieuw te openen galerie van Simone Goudswaard aan de Noorderwalstraat. En dat is de Kleine Vesting. En daar exposeert ook een van onze deelnemers. Zoals jullie al wel hoorden van Mariet, zijn er nogal veel locaties en daarvoor zijn ook veel vrijwilligers nodig. Zo vragen we gastvrouwen en gastheren eigenlijk een berichtje te doen naar mijn e-mailadres. En dat kunt u ook vinden op de website van Vestingval. En dat gastvrouw-gastheer houdt eigenlijk in dat u op een locatie gaat zitten en daar de boel goed in de gaten houdt en eigenlijk alle bezoekers voorziet van informatie van over het Vestingval. We hebben shifts van 11 tot 2 uur en van 2 tot 5 uur. En ik zie u graag uw aanmelding tegemoet. In de nieuwe subsidieverordening Maatschappelijke Zorg en Welzijn is de aanvraagtermijn van 1 juni naar 1 september verschoven. Nieuw is ook dat de regeldruk wordt verlaagd. De verenigingen kunnen rekenen op het subsidiebedrag dat ze in voorgaande jaren hebben ontvangen. Over kleine bedragen hoeft geen verantwoording worden afgelegd. Wel worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd. De formulieren voor de aanvraag van subsidie worden naar verwachting begin juli door de gemeente verstuurd. Op vrijdag 17 april vond om 1:30 bij de verzets- en oorlogsmonumenten in Elburg, Doornspijk en het Harde de jaarlijkse adoptieplechtigheid plaats. Op deze dag herdenken de deelnemende scholen dat op 19 april 1945 de gemeente Elburg door de geallieerden is bevrijd.
We hebben net het oorlogsmonument hier in de weilanden rond Doornspijk overgedragen van de school De Regenboog naar de Dominee Bakschool. Dus twee Doornspijkse scholen. En om de beurt zorgen zij dus het komende jaar voor dit monument. Ze maken het schoon, ze zorgen dat het netjes bij staat. En tegelijkertijd herdenken ze dan meestal samen dit moment dat het moment is dat Elburg, de gemeente Elburg, bevrijd is. En dat was rond 19 april. Worden scholen benaderd door de gemeente om een monument, of verzet of oorlogsmonument te adopteren, of gebeurt het vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei? Nee, dit is een lokale activiteit. Dit doen we al een hele lange tijd hier in de gemeente Elburg. En volgens mij doen bijna alle scholen mee. Dus bijna alle scholen hebben een rol rond een van de monumenten. En dat is een mooie traditie. De gemeente Elburg is behalve op Facebook ook via WhatsApp te bereiken. Het nummer is 06-33-211-564. Dit nummer is alleen te appen en niet te bellen of te sms'en. Het gaat om een proef van een half jaar. WhatsApp wordt ingezet als nieuw communicatiekanaal met de gemeente. Vragen en meldingen zijn via dit kanaal makkelijk door te geven. De gemeente probeert op werkdagen binnen een uur te reageren. Het Evangelische Begeleidingscentrum krijgt een incidentele activiteitensubsidie van 10.000 euro voor het project Kans to Grow. Het project helpt tienermoeders die onbedoeld zwanger zijn geworden. Deze worden opgevangen en begeleid in een kleinschalige woonvorm. Dit project is 2 jaar geleden met subsidie opgestart. Nu heeft het EBC van de gemeente een vervolgsubsidie gekregen om het project te kunnen verstevigen. Burgemeester Frans de Lange heeft samen met oud-burgemeester Henk Visser, met voormalige wethouders, gemeentesecretarissen en raadsleden een bezoek gebracht aan de wellnessboerderij aan de Oostendorpenstraatweg. Deze boerderij met bed en breakfast en vergaderlocaties is uniek in onze gemeente. Eigenaar is Menno van Ginkel, eveneens oud-raadslid. Maar liefst 1800 euro heeft de bingo opgeleverd die door Mont Ventoux Wheels afgelopen week werd gehouden. Ook Jasper Dijkhuizen uit Oldenbroek is een actieve fondsenwerver. Hij kreeg 500 euro van koopmanbestrating. Het geld gaat naar de Veluwse Wens Ambulance. Deze organisatie vervult een laatste wens van mensen met een levensbedreigende ziekte. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij laat op 2 mei zien wat de reddingswerkers in hun mars hebben. Het is de jaarlijkse open dag voor de donateurs. Zij kunnen uiteraard meevaren met de reddingsboot. De redders aan wal laten die dag zien waaraan het gedoneerde geld is besteed. Tijdens de open dag bij het boothuis aan de J.P. Broekhovenstraat presenteren zich ook de Scouting Elburg en Hart Veilig Wonen. Er kan ook een ambulance worden bekeken. Wandelen op Schokland? Dat kan op 2 mei samen met de oudheidkundige vereniging Arend te boek op. Willem van Noordel en Wim van Triest hebben op dit voormalige eiland een tocht van 10 en 14 kilometer uitgezet. De Elburger vissers vluchten vroeger, vooral bij slecht weer, naar de haven van Schokland. Het vertrek per auto is om 8 uur vanaf de parkeerplaats bij de visafslag aan de havenkade. De deelnemers kunnen zich per e-mail aanmelden op info@arendteboekop.nl of telefonisch via Wim van Noordel, telefoon 05-25-68-45-95. Medewerkers van de provincie Gelderland hebben 21 april voorlichting gegeven over de reconstructie van de Eperweg. De inloopbijeenkomst in het MFC Apelo is redelijk bezocht. Aan de hand van een mooie animatie werd een globaal inzicht gegeven over de werkzaamheden. Het gaat om de reconstructie bij het Centrum Het Harde, de kruising Broekdijk en groot onderhoud van de N309, inclusief de oversteek Broekdijk en de verbeterde aansluiting bij de parkeerplaats met de frietstop. De werkzaamheden zijn gepland tussen 11 mei en 3 augustus.
Levensgevaarlijk, zo schetste de bestuurder van een ambulance de verkeerssituatie toen hij onverwacht door een laserpen niets meer kon zien. De dader blijkt een minderjarige jongen te zijn die blijkbaar niet wist hoe gevaarlijk zijn actie was. De jongen, waarschijnlijk uit Elburg, wordt niet vervolgd vanwege zijn jonge leeftijd. De politie heeft met hem en zijn ouders een ernstig maar goed gesprek gevoerd. Het is onduidelijk of de politie de jongen zelf op het spoor is gekomen of dat hij zichzelf heeft gemeld. 70 jaar bevrijding blijft een belangrijk thema. Zo toont het Museum Elburg op 6 mei de film Ida. Deze bijzondere film wordt ingeleid door Tjeu van den Berg. Hij is een bekende spreker en schrijver van boeken waarin religie, psychologie, kunst en cultuur elkaar raken. Ida is een mooie zwart-wit film over een Poolse novice die samen met haar tante een ijzingwekkende geschiedenis deelt. Ida kreeg dit jaar een Oscar uitgereikt voor de beste buitenlandse film. Deze wordt vanaf 19:30 in het Refter van het Museum Elburg getoond. Wie een workshop beeldhouwen wil volgen, kan op 7 mei aanstaande terecht in de Kloostertuin. De 6 lessen van de workshop worden door de Elburgse beeldhouwster Noor van Eelen gegeven. De kunststijl van Noor is figuratief en abstract. Beeldhouwen is voor haar liefde op het eerste gevoel. Steen en hout fascineren haar vanwege de geur, de vorm, de grilligheid, de prachtige structuren en de onvoorspelbaarheid. Voor meer info zie www.penserosa.eu en www.museumelburg.nl. Opgave is mogelijk tot 30 april 2015 via info@penserosa.eu. De bekende schrijfster Rosita Steenbeek houdt donderdag 7 mei om 8 uur een lezing in het Museum Elburg. Liefhebbers van haar boeken kunnen genieten van Roos, haar laatste boek. In dit boek vertelt Rosita Steenbeek het bewogen leven van haar grootmoeder Roos en de lotgevallen van haar Joodse familie tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Culturele Stichting Elburg en de Bibliotheek Noord-Veluwe zijn blij met haar komst. Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij de Bibliotheek Elburg, bij de Elburger Boekhandel en aan de zaal. Hengelsportvereniging De Poepenkolk wil graag meer jeugdige leden. Kinderen die vissen willen leren kunnen zich aanmelden voor een cursus. Nou, we gaan ze in eerste instantie dus leren hoe ze een snoertje in elkaar zetten. Dat is het teugje, hè? Simmetje zeggen ze ook wel. Haakje eraan maken, loodjes, dobber uit, pijlen en al die toestanden meer. Dan gaan we ze leren om voer op een juiste manier klaar te maken. En dan omgaan met een goede hengel. Dat zijn de belangrijkste basisfactoren. Zo ongeveer. En waar gaat dat gebeuren? Aan de waterkant? Nee, deze keer gaat het bij Gardebroek gebeuren, boven in de hengelafdeling. De hengelsportafdeling. En om hoeveel dagen of cursusmomenten gaat het? Het gaat om woensdagmorgen van 10 tot 12, de 6e mei. En vrijdagmiddag, 8 mei, van 2 tot 4. En in die tijd dan gaan we denk ik op vrijdagmiddag ook nog even naar de waterkant toe. Om ze voor te doen hoe ze dat het beste allemaal in de praktijk kunnen brengen. En zijn er kosten aan verbonden? Nee, gratis. Alles, wij doen voor de kinderen alles gratis. Als ze maar lid zijn van Hengelsportvereniging De Poepenkolk. Hoe kunnen de kinderen zich aanmelden? Die kunnen zich aanmelden op het telefoonnummer van Martin Wolf. Dat staat wel op de flyers. Dat is 06-21-70-4017. Martin Wolf. Of op de website, neem ik aan. Kan ook, ja. Is er nog een leeftijdscategorie aan verbonden? Ja, van 8 tot en met 15 jaar.